beste mensen, we zijn volgens mij compleet. Berichten van vertraging. Nou, ik zal zo meteen wel de officiële mededeling doen, maar de reden dat ik hier even ga staan is dat we sinds de laatste vergadering die plaatsvond in het oude jaar een van onze oud-collega's zijn verloren. Frits Klaassen, op de dag voor kerst. U heeft wellicht gezien dat we daar in advertentie en anderszins aandacht aan hebben besteed als gemeente, ook namens u, als gemeenteraad. Ik heb in die advertentietekst Frits ook benoemd en geroemd, zou je kunnen zeggen, als een kenmerkend raadslid die al als het maar om de lange duur die hij zich heeft ingezet voor het belang van onze inwoners, het meer dan verdient om in die zin ook die aandacht te hebben. En ik zou u willen vragen om te gaan staan en een moment stilte in acht te nemen ter nagedachtenis aan Frits Klaassen. Dank u wel. Goed, dames en heren. Dan zijn we daarmee inderdaad bij de officiële opening van deze raadsvergadering en de mededelingen. Die inderdaad een bericht van vertraging inhouden van de heer Holtis, die komt iets later. En de heer Soppe is wegens een sterfgeval in de familie vanavond niet aanwezig. Voor de rest zijn wij compleet. Andere mededelingen zijn er, dacht ik, niet. Of het zou moeten zijn dat onze secretaris met goedvinden van het college vanavond ook andere verplichtingen had. En dus haar naambordje staat er wel, maar er zit geen secretaris achter. Dat brengt mij, dames en heren, bij de vaststelling van de agenda, agendapunt 3. Wenst iemand over het vaststellen van de agenda het woord te voeren? Is niet het geval, dan stel hem conform vast. Dan de besluitlijst van de raadvergadering van 17 december, de laatste raadsvergadering van vorig jaar. Wenst iemand daarover het woord te voeren? Is niet het geval. Mooi, dan is hij al dus vastgesteld. Dat was natuurlijk de raadsvergadering dat de heer Tempels, welkom. Meneer Tempels, u heeft natuurlijk heel weinig van die raadsvergadering meegemaakt. Volgens mij alleen maar het sluiten. Welkom om vanaf dit nieuwe jaar een start te maken met het volledig meemaken van de vergaderingen. Daarmee zijn ook de besluiten van de 17 december afgewikkeld en gekomen bij het voorstel afdoening van ingekomen stukken. Wenst iemand daarover het woord te voeren? Conform de voorgestelde wijze van afdoening is dat nu besloten. Dan zijn we bij de hamerstukken. Eén hamerstuk slechts, een voorstel in zaak het vaststellen van de financiën die gerelateerd zijn aan het bermbeheerplan. Dat is bij deze hamerslag dan conform vastgesteld. Er zijn geen stukken waarvoor een korte stemverklaring is aangevraagd. En dat brengt ons bij het eerste van twee bespreekpunten. Het voorstel van het college in zaken de fietsnota koe voor de ruimte voor de fietser. Er is in commissieverband al enige zaken zijn hier al uitgelicht. We hebben zelfs fietsdeskundigen op de tribune. We zijn alweer vertrokken, zie ik. Ja. Maar die hebben al met de heer Huizing gesproken, dus dat is allemaal goed gekomen. Ja. Wie mag ik als eerste het woord geven? Mevrouw Jaspers is de meest enthousiaste fietser. Althans, de meest enthousiaste hand opsteken. Mevrouw Jaspers, PvdA, u heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Het is een zeer uitgebreid document met veel wensen. Mooi dat de meningen van veel gebruikers zijn gehoord. We snappen dat het hier gaat om een basisdocument van waaruit verder gewerkt zal worden. Maar we hebben nog wel een aantal kanttekeningen. Zoals we kunnen lezen in de nota wordt er gewerkt vanuit vier doelstellingen. Wat wij ons afvragen is hoe je tot de afweging van de projecten komt. Waar stel je prioriteiten? Uiteraard hoeft dit niet in detail. We snappen ook dat het hier gaat om de basis. Het gaat ons meer om de prioritering in de doelstellingen zelf. Wat vinden we belangrijker? Is dat veiligheid, doorstroming of recreatie? En hoe gaan we om met tegenstrijdigheden in deze doelstellingen? Voor ons staat veiligheid voorop.
in het algemeen, maar vooral wanneer het gaat over de doorgaande schoolroutes en de veiligheid van de basisschoolroutes. In de commissie werd aangegeven dat de basisschooljeugd niet betrokken is bij de nota, omdat het hier gaat om relatief korte afstanden binnen de bebouwde kom. Maar na de sluiting van bijvoorbeeld de basisschool in Gees moeten deze kinderen toch een flinke afstand afleggen naar bijvoorbeeld Geesbrug of Oosterhesselen. Daarom is het misschien toch goed om in oogenschouw te nemen wat de kinderen zelf denken over deze routes. Zij zijn namelijk ervaringsdeskundigen. In de nota wordt ook een pilot fietsers in de voorrang genoemd. Het uitgangspunt is hier waar het veilig kan. Wij zouden toch willen oproepen, zorg voor duidelijkheid. Als je het op één plek doet, doe het dan overal. Anders is het wachten op ongelukken. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan fietsers die voorrang hebben bij rotondes. Bij de markering en het gebruik van fietsstroken zouden we graag het volgende willen meegeven. Zorg ervoor dat op één strook twee fietsers veilig naast elkaar kunnen fietsen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ouders met kleine kinderen. Maar ook de duofietsen die nu in opkomst zijn, moeten zich veilig over het fietspad kunnen bewegen. Zowel voor de eigen veiligheid, maar zeker ook voor de andere weggebruikers. Schijnveiligheid met een smalle fietsstrook heeft geen toegevoegde waarde. Dit is ook een uitgangspunt van de Fietsersbond. Wij zijn benieuwd hoe het college kijkt naar algemene kaders in relatie tot prioritering. Wordt hier rekening mee gehouden? Gaat veiligheid bijvoorbeeld voor een goede doorstroming? Wij vinden het in ieder geval belangrijk dat er goede afwegingen worden gemaakt, waarbij wat ons betreft veiligheid voorop staat. Tot zover. Dank u wel. Wie? Ja. Ja, ja, mevrouw Klein-Genuik. Laten we die maar als eerste. CDA. Dankjewel, voorzitter. Op fietsen door het Buulzand zijn. Dat is in Koevoorden niet meer nodig. We hebben een compleet doordachte fietsnota. Met velen is via communicatie of procesmatig contact geweest. Hier worden wij blij van. En willen complimenten geven aan allen die hieraan meegewerkt hebben. Maar nu de uitvoering. Tijden veranderen. Wij allen willen duurzaam, maar ook snel en veilig. De e-bike komt de laatste jaren steeds meer in het straatbeeld. Ook de schooljeugd kan zo grotere afstanden afleggen. Zelf betrap ik mij er ook op dat met de e-bike de snelheid altijd boven de 20 kilometer is. Dan moet wel de kwaliteit van de verharding goed zijn. Niet te veel obstakels op het fietspad of op de weg. Ook de verlichting moet daar waar nodig is staan. Voor de toeristen is het fijn dat de fietspaden breed zijn. Maar zeker net zo belangrijk is dat voor onze eigen inwoners en jeugd. Het CDA vindt veiligheid belangrijk. Dat speerpunt zien wij graag vooral terug in het onderhoud en het verlichten van de fietspaden op de schoolroutes en in het bermbeheer. Voor wat betreft de omgeving van de scholen zijn wij het eens met de wethouder. De gemeente kan daarin iets betekenen, maar de scholen zullen zelf ook aandacht moeten besteden aan gedrag. Dat kan door het Drents veiligheidslabel te houden of te krijgen. Om ons speerpunt veiligheid te benadrukken willen we nogmaals vragen om veiligheid als prioriteit. Is het mogelijk dat de meest onveilige fietspaden dit jaar als eerste aan de beurt komen? Dank u wel, mevrouw Klein-Genuik. Ja, dan de heer Mulder, BBC 2014. Goedenavond, dank u voorzitter. De fietsnota ruimte voor de fietser. De provincie Drenthe heeft de ambitie uitgesproken om de fietsprovincie nummer 1 te zijn. De fractie van BBC 2014 gaat voor niets minder en spreekt daarom de ambitie uit dat Koevoorde in onze provincie fietsgemeente nummer 1 moet zijn. Met de presentatie van de fietsnota Ruimte voor de Fietser heeft de gemeente een belangrijke aanzet gegeven om die ambitie te verwezenlijken. Meer mensen op de fiets, veilig fietsen, een compleet fietsnetwerk, een aantrekkelijk recreatief product. Er is wat ons betreft een solide koppeling gelegd met het mobiliteitsplan en de beleidsagenda van de vrije tijdseconomie van de gemeente. De nota is dan ook een leidraad voor de uitwerking van concrete maatregelen die een fikse kwaliteitsimpuls aan het fietspadennet moet leveren. In de klassieker Jimmy vraagt Boudewijn de Groot zich af hoe sterk de eenzame fietser is die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind
zichzelf een weg baant. Het roept een prachtig koevoerde tafereel op. Maar tegenwind hebben de beleidsmakers helaas ook ondervonden. Volgens de strategische agenda stond de presentatie van de fietsnota reeds in 2019 op het programma. Helaas werd deze ambitie net niet gehaald. Maar we dringen nu toch echt aan op snelheid en hopen dat de wind ons bij de uitvoering in ieder geval gunstig gezind is. Haast is geboden. BBC 2014 vindt een stevige fietsnota van groot belang en we kijken dan vooral naar veiligheid, duurzaamheid en het toerisme. Met de uitvoering van deze nota worden de verbindingen en de kwaliteit van het fietsnetwerk in de gemeente sterk verbeterd. Het is een fietsnota met veel ambities, waar u nu veel gaat onderzoeken. Een kritische noot is hier op zijn plaats. Onderzoek is prima, maar we zijn niet in de gelegenheid om risicoloze projecten naar achteren te schuiven. Dat is wel het laatste wat er moet gebeuren. Dit alles in het kader van veiligheid natuurlijk eerst, scholieren, inwoners en natuurlijk toeristen. Wij roepen het college dan ook op om alle onderzoeken die in 2020 in de fietsnota zijn genoemd, ook nog voor de kadernota 2021 te onderzoeken en aan de Raad te presenteren. Inclusief een prioriteitenlijst. Het voorstel om een aantal bestaande knooppunten te benoemen als sterknooppunt vinden wij een goed punt. Sterknooppunten, zoals bij Wielens Noord-Sleen bijvoorbeeld, zijn locaties waarbij een aantal voorzieningen aanwezig zijn en gebruikt kunnen worden. De snelfietsroutes daarentegen en fietsstraten klinken populair vanwege de voorbeelden in de grotere steden, maar hebben wat ons betreft nog niet de hoogste prioriteit. De gemeente Emmen zit niet al te ruim bij kas, dus het onderzoek naar een snelfietsroute mag wat betreft onze fractie betreft nog naar de volgende bestuursperiode overgeheveld worden. Ook de fietsstraten zijn voor ons nu nog een brug te ver. Dat geldt ook voor de onderzoeken van naar bijvoorbeeld plastic fietspaden. We kunnen eenvoudig meeliften met alle pilots die al gedaan worden in bijvoorbeeld andere gemeentes. En dat wiel moeten wij dus niet proberen opnieuw uit te vinden. Wij zijn van mening dat de prioriteit juist en vooral moet liggen bij schoolroutes, onderhoud en veiligheid, inclusief de verbreding die dat dan eventueel inhoudt. Het completeren van de recreatieve fietsroutes die aansluiten bij de fietsknooppunten of nodig zijn voor de fietsontsluiting van vakantieparken. Wat ons betreft zo snel mogelijk opschalen en daarbij moet ook de verlichting aandacht krijgen. BBC 2014 is van mening dat er snel een plan opgesteld moet worden voor de monitoring, eventueel met gebruikmaking van lokale kennis in bijvoorbeeld sensortechniek. Op pagina 35 van de fietsnota wordt het investeringsprogramma benoemd voor de inrichting en kwaliteit van de fietspaden. Dit stuk wordt nu al nodig gemist. Hoe gaat dit verder en op welke wijze wordt de Raad over het investeringsprogramma geïnformeerd? Voorzitter, ik kom tot een afronding. De fietsnota is een goed product waarbij de mobiliteitsbeleid voor de fiets in onze gemeente tot 2023 is weergegeven. Onze complimenten aan degenen die hier hebben bijgedragen tot de totstandkoming hiervan. Als we ons willen profileren als fietsgemeente nummer 1 van de provincie, moeten wij nu echt aan de slag. En wij wensen u dan ook veel succes bij het concretiseren van deze belangrijke fietsnota. Dank u wel. Dank u wel, meneer Wilde. Dan, ja, mevrouw Vesteling, VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. De VVD-fractie is verheugd met het feit dat de lang verwachte fietsnota, die met zeer veel verschillende samenwerkingspartners tot stand gekomen is, er nu dan is. We hadden als fractie al hele mooie ideeën om de daarin gepresenteerde plannen zelf eens op de fiets te bekijken en we zullen dat ook zeker gaan doen als de weersomstandigheden wat prettiger en wat warmer zijn. Onze fractie vindt namelijk ook, net zoals in de fietsnota is beschreven, dat fietsen heel erg leuk is. Het zorgt voor ontspanning, het is goed voor je gezondheid, het is voordelig, het verbetert de bereikbaarheid en het leidt tot minder verontreiniging dan vervoer per auto. Goed om te lezen dus dat de provincie Drenthe de ambitie heeft om fietsprovincie nummer 1 te zijn. En wat teleurstellend is het dan om te lezen dat het fietsgebruik in de gemeente Coevorden ten opzichte van andere gemeenten laag is. Maar daar gaat verandering in komen, dachten wij, want de fietsnota is er. Er komen namelijk fietsknooppunten bij, er is een MTB-route, er zijn themaroutes en er kan onderweg gegeten en gedronken worden. En er komen zelfs
sterknooppunten. We zijn daar oprecht heel blij mee. Het geeft een positieve impuls aan onze toeristische en recreatieve ambities. Tevens gaat er de komende jaren gewerkt worden aan het herstel, verbreden en het opnieuw inrichten van fietspaden. En er komen ook nieuwe fietspaden bij. Wij kunnen instemmen met de genoemde locaties en zijn tevreden met het feit dat er ook onderzoek komt naar alternatieve materialen, zoals bijvoorbeeld plastic fietspaden, volgens de motie die we hebben ingediend. De VVD-fractie probeert zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij de wijk- en dorpenrondes. En tijdens het lezen van de fietsnota waren we dan ook op zoek naar de verbetering van de trajecten waarover steeds wordt gesproken tijdens deze bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten die worden toch gehouden om onder andere te inventariseren wat er leeft in dorpen en wijken, wat er verandert of wat er verbeterd moet worden. We zijn dan ook verbaasd dat het fietspad Het Haantje Noordsleen, wat uitgebreid aan de orde is gekomen tijdens de dorpenronde, niet is opgenomen in de fietsnota. Dit fietspad is een schoolroute. De kwaliteit van het fietspad is slecht. Er zitten gevaarlijke bochten in en een groot deel van het fietspad is niet verlicht. Wethouder, waarom is deze schoolroute niet opgenomen in deze fietsnota? De indruk tijdens de dorpenronde was toch echt dat dit meegenomen zou worden in de fietsnota die binnenkort zou verschijnen. In Wachtum bestaat al jaren de wens om een fietspad aan te leggen aan de zuidzijde van de Hoogveense Vaart tussen Wachtum en Holsloot. De route wordt als zeer onveilig ervaren om te fietsen. In de fietsnota staat dat er pas in 2022 een haalbaarheidsonderzoek komt. Dat zou betekenen dat het pas in 2024 op de begroting komt en dan hebben we het nog niet over het jaar van eventuele uitvoering. Wij vragen de wethouder nadrukkelijk om dit haalbaarheidsonderzoek te vervroegen. Ook het ontbreken van de verlichting aan de Giesteeg in Wachtum is al jaren een punt van ergernis. Het is een schoolfietsroute die in de winter aardedonker is en dus onveilig om te fietsen. Tijdens de commissievergadering vorige week gaf de wethouder aan dat verlichting niet aan de orde is in deze fietsnota. In de fietsnota schrijft u dat het onderdeel fietsagenda een koppeling heeft met het beleidsplan openbare verlichting. En kijkend naar deze fietsagenda staat in tabel op pagina 37 dat verlichting continu aandacht heeft. Continu houdt voor ons in dat je steeds monitort en niet alleen naar de verlichting kijkt bij het vaststellen van een beleidsplan. Bovendien staat in het beleidsplan openbare verlichting dat er meer aandacht komt voor fietspaden voor schoolgaande kinderen en dat zij over goed verlichte paden moeten kunnen fietsen. Wat ons betreft is het kringetje daardoor rond en is die vraag van vorige week wel degelijk op zijn plaats. En we zijn ook blij met andere fracties die ook aangeven het belangrijk te vinden om verlichting, dat de verlichting goed moet zijn op de fietspaden. Onze vraag is dus ook aan de wethouder, wanneer gaat er gewerkt worden aan de verlichting aan de Giesteeg? Resumerend zijn wij als VVD-fractie blij met de fietsnota die voor ons ligt, maar missen wij hier toch nog wel een aantal zaken. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ja, de heer Stoker, pak. Mevrouw Visseling die refereerde al aan fietsen is hartstikke gezond, behalve als je onderuit gaat, want dan kan je nog eens een keer wat oplopen. Voorzitter, we hebben in de commissievergadering al stilstaan bij de fietsnota ruimte voor fietsers. En we hebben daarbij al complimenten gegeven, die wil ik hier overigens opnieuw herhalen. De ambitie meer mensen op fiets, veilig fietsen, compleet fietsnetwerk en aantrekkelijk recreatief product, dat zijn de speerpunten die wij van harte onderschrijven.
We hebben in de commissievergadering overigens ook aandacht gevraagd voor het feit dat we eigenlijk vinden dat fietsers in de voorrang moeten bij rotondes. Het is duidelijk geworden dat we daarover in ieder geval met de portefeuillehouder van mening verschillen. Daarom het volgende, want we zouden praktisch zijn als we dan toch nog iets daarover zouden willen zeggen. Binnen de juridische en verkeerskundige vakwereld bestaat een brede steun voor de fietsers, voor de visie van de Fietsersbond voor fietsers in de voorrang. Vandaar dat de CROW-werkgroep in december 2002 met een aanvullende aanbeveling is gekomen. En hierin staat onder meer de dringende aanbeveling om vormgeving en voorrangsregeling van de rotonde op elkaar aan te passen. Wanneer de wegbeheerder fietser uit de voorrang wil halen, moet zij het fietspad minstens 10 meter uitbuigen om bovengenoemde juridische problemen te voorkomen. Wanneer het fietspad op 5 meter of minder van de hoofdrijbaan ligt, moet volgens deze aanbeveling om dezelfde reden de fietser in de voorrang. En ik snap dat het misschien wel een hele technische vraag is, dus ik laat me ook graag verrassen of het antwoord kan komen of misschien schriftelijk. Maar is het de portefeuillehouder bekend of de rotondes die de gemeente Koevoorde Rijk is daaraan voldoen? En bent u voornemens daar waar deze niet voldoet de situatie alsnog aan te passen? Daarnaast nog het volgende. Er zijn al flink wat woorden gevallen over verlichting. Mede namens D66, die daar ook in de commissievergadering aandacht voor vroeg, willen we u verzoeken om daar waar nog wegen moeten worden aangelegd, bij de verdere uitvoering daarvan de laatste stand der techniek op het gebied van onder andere duurzaamheid, verlichting en materiaal, de VVD gaf het al aan, die mee te nemen. Waar denken wij dan aan en daarmee denken we ook tegemoet te komen aan BBC 2014. Er zijn inderdaad een heleboel pilots in Nederland waar je eigenlijk gewoon prima weer aan zou kunnen sluiten. De oproep die wij doen is op het moment dat de fietspaden worden aangelegd, er bestaan lichtgevende fietspaden. Ga ook vooral kijken of we die zou kunnen benutten, de pilots die er op dit moment zijn, of we die kennis en deskundigheid gewoon in Koevoorde al zou kunnen toepassen. D66 heeft de vorige keer al gevraagd over Ebbestad, beton en olifijn. En ik moet u eerlijk zeggen, ik had er nog niet eerder van gehoord, maar ik heb me echt laten overtuigen dat het voor de CO2-afvang echt een belangrijk instrument kan zijn om ons daarbij te helpen. Maar wat dacht u van fietspaden in combinatie met zonne-energie? Ook daar zijn talloze mogelijkheden van, nog niet te zwijgen over het gebruik van andere materialen, waar de VVD al verschillende keren in dit huis aandacht voor heeft gevraagd. Mijn vraag aan de wethouder is inderdaad heel concreet. Bent u ook bereid om op de stand van de techniek, en die schrijdt maar voort en voort en voort, om die ook bij de aanleg van de verschillende fietspaden daar rekening mee te houden en daar ook gebruik van te maken van de kennis die in het land wordt opgedaan? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Stoker. Dan, kijk even, de heer Hoedemaker. Nee, de heer Bouwers nog. De heer Bouwers, PPC. Ja, dankjewel, voorzitter. Ruimte voor de fietser staat er zo bovenop. Ja, nou, het is inderdaad een mooie nota, het is een goede nota. En ik kan alles wel herhalen wat hier vanavond al is gezegd. Maar ja, het is wel inderdaad de vraag van fietspaden. Laat die alstublieft wat breder zijn in de toekomst. Want wat ook wel is aangegeven, er zijn diverse mogelijkheden tegenwoordig om ja, met twee man te fietsen. En dan ben je toch wat meer ruimte nodig. Waar wij ook voor pleiten, dat is goede oversteekplaatsen. Want ja, door, in ieder geval met deze ruimte voor de fietser, laten wij daar goed naar kijken en ook de nodige aandacht aan besteden. Zodat dat duidelijk is en dat daar zo weinig mogelijk ongelukken komen. Ja, de uitvoering is al gezegd, 2020, ja, er moet snelheid gemaakt worden, ja inderdaad. Maar het goede resultaat gaat boven snelheid volgens ons. En ook het onderhoud in de toekomst, want wij zien wel vaker natuurlijk prachtige mooie fietspaden. Maar ja, dan ben je 4-5 jaar verder en dan is het nou ja, toch wel vaak een dramaatje. En wij hopen ook dus dat de kwaliteit van deze fietspaden dusdanig is dat we daar de eerste 10 jaar in ieder geval profijt van hebben. Goed, dan ook nog de verlichting bij fietspaden. Wij zijn niet voor om alle fietspaden van A tot Z te verlichten. Maar op de nodige knooppunten en in de moeilijke plaatsen, daar vragen wij toch nog wel aandacht voor. Verder vinden wij dit een goede nota. Dank u wel, meneer Bouwers. Dan
zijn we aan het einde rondje fracties in eerste termijn. Dan geef ik het woord aan de heer Huizing namens het college. Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij, er is al aan gerefereerd. Alle goede dingen komen langzaam. Door sommige fracties ook op de wat langere totstandkoming van deze fietsnota. Nou, volgens mij, wat mij goed doet, is dat u in ieder geval allemaal onderschrijft van ja, we hebben er lang op moeten wachten. Maar er ligt nou ook iets waar we echt wat mee kunnen. En volgens mij ligt er nog meer dan wat u zelf misschien denkt. Want dit is de allereerste echte fietsnota ooit voor Coevorden. Dus dat betekent dat de fiets nu echt serieus onderdeel uitmaakt van ons mobiliteitsbeleid. En nou, de vier pijlers, ik ga, als jullie het goed vinden, niet de hele nota weer bij langs. Want volgens mij hebben we die allemaal inmiddels helder op ons netvlies. Hoewel een aantal detailvragen, daar moeten we toch de nota voor induiken. Laat ik beginnen met gewoon de fracties maar in volgorde afgaan. Want de PvdA-fractie die stelt volgens mij de terechte vraag van ja, we hebben nu een viertal pijlers. We hebben een aantal projecten hebben onderschreven of opgeschreven. De echte agenda zit er niet bij. Het is inderdaad de nota als staddocument. Er zit wel achterin de nota zitten wel op al de verschillende thema's allerlei projecten die uitgevoerd moeten worden. Daar staan voor een groot deel ook wel jaartallen aangekoppeld. Alleen de terechte vraag van hoe ga je nou prioriteiten stellen. En daarbij geeft de PvdA-fractie meteen al aan van wat ons betreft moet veiligheid voorop staan. Nou, ik denk ook dat veiligheid sowieso altijd voorop moet staan. Dus als daar, ook als er sprake is van conflicten, en die kunnen zich voordoen, maar ik ben daar niet zo heel veel bang voor dat die zich heel veel voor gaan doen tussen de verschillende thema's. Maar in dat geval zullen we in ieder geval altijd moeten kiezen voor de oplossing die qua veiligheid ook voldoet. En dat betekent dus ook, want daar dat gaf de PvdA-fractie ook aan, van ja, zorg dan wel dat waar je bijvoorbeeld kiest voor fietsers in de voorrang, doe dat niet op één plek, maar doe dat dan overal. Nou, volgens mij moet je inderdaad een lijn inzetten en in gelijkwaardige situaties moet je die lijn ook gaan vasthouden en moet je niet een janboel aan allerlei maatregelen door de hele gemeente heen hebben. De CDA-fractie wijst er terecht op dat de snelheid hoger is geworden. Ja, dat is denk ik ook een van de redenen waarom een fietsnota nu echt wel nodig was. Je ziet gewoon dat fietsverkeer aan verandering onderhevig is. En onze infrastructuur die er over het algemeen nog best aardig bij ligt, die voldoet misschien niet meer helemaal als het gaat om hogere snelheden of alle andere zaken die het hedendaagse fietsen vragen. Dus daarom moesten terecht die aanpassingen moeten gaan komen. Schoolroutes geeft CDA aan zijn belangrijk en ook CDA wijst erop veiligheid is prioriteit. Nou, daar kan ik dus niet anders dan het mee eens zijn. En ook de meest onveilige fietspaden moeten dit jaar aan de beurt zijn. Nou, u heeft, wat later dan de bedoeling was, maar hij staat erbij, heb ik geconstateerd, onze brief gevonden met de bijlagen van wat we dit jaar gaan doen. Nou, daar ziet u in ieder geval een aantal punten waarvan wij ook geconstateerd hebben. Van, nou, daar is in ieder geval een gevoel van onveiligheid. Ook bijvoorbeeld als het gaat om verlichting op een tweetal schoolroutes die we als eerste willen gaan aanpakken. Daar speelt een gevoel van veiligheid of van onveiligheid. Dus daar willen we dit jaar inderdaad nog mee aan de slag. En zoals daar ook al in staat, daar krijgt u uiterlijk het tweede kwartaal ook een voorstel voor financiering. Voor zover daar nog niet in is voorzien. BBC spreekt de ambitie uit om Coevorden de fietsgemeente nummer 1 te laten zijn. Nou, wat mij betreft hoeven we niet altijd eerste te zijn. Volgens mij als we met z'n allen in Drenthe op hetzelfde hoge niveau zitten, dan neem ik ook genoegen met een gedeelde eerste plaats. Maar, en als een andere gemeente nog net boven ons staat, maar iedereen zegt, goh, wat hebben ze het in Coevorden toch geweldig voor elkaar. Volgens mij hechten we allemaal niet zozeer aan dat we op nummer 1 moeten staan, maar we willen het gewoon heel erg goed voor elkaar hebben. Nou, dat is zeker de insteek van deze nota. Inderdaad, fietsen met tegenwind, nou, dat gaan we in ieder geval niet omdraaien. Want volgens mij tegenwind hebben wij geen invloed op. En ik weet nog van al die
lange dagen dat ik op fiets naar school ging in Emmen, dat je altijd tegenwind hebt, zowel 's ochtends als 's middags. En dat je toch nog prima kunt fietsen. Dus dat gaat volgens mij goed. De BBC-fractie geeft ook aan, onderzoek is prima. Maar ja, je kunt niet risicoloos naar achter schuiven. Nou, het is ook zeker niet de bedoeling om dingen te gaan onderzoeken om ze maar te vertragen. Maar volgens mij, voordat je iets gaat uitvoeren, dan doe je er wel goed aan om even heel goed van tevoren stil te staan. Om niet in een situatie te komen waar bijvoorbeeld de heer Bouwers ook op duidde. Van ja, wat je niet wilt, is dat je over een paar jaar denkt, hadden we dat toch maar anders gedaan. Dus doe dat dan aan de voorkant gewoon in één keer goed. En dat kost even tijd, maar dat hoeft helemaal niet tot grote vertraging te leiden wat mij betreft. En die onderzoeken voor de kaderbrief aan de raad presenteren, ja, ik wil u dat met alle plezier toezeggen, maar dat gaan wij, weet ik nu al, gaan we toch niet halen om dat in volle breedte te gaan doen. Dus ik kan u toezeggen dat we dat zo snel mogelijk gaan doen. En dat wij ook zeker niet van plan zijn om daar een verhaal van te gaan maken wat pas over 2, 3, 4 jaar gaat spelen. Dat wil ik zo snel mogelijk uitvoeren, maar wanneer het verhaal er komt en wanneer de uitvoering kan starten, ja, dan zijn we niet alleen maar van onszelf afhankelijk. Dus volgens mij moet dan gewoon, als wij de ambitie hebben, we willen niet alleen een mooie nota hebben, maar we willen er ook uitvoering aan geven. En rap een beetje, zeg maar, dan volgens mij hebben we het dan precies over hetzelfde. Dus daar kunnen we denk ik elkaar prima aan vinden. U geeft ook aan, de snelfietsroutes en de fietsstraten hebben wat ons betreft geen prioriteit. Nou, we hebben in ieder geval in BOZE-verband wel de afspraak gemaakt. We gaan kijken naar die snelfietsroute. En ik heb ook al eerder aangegeven, van, ik weet niet of die haalbaar gaat zijn. Want we willen geen fietsroute aanleggen om het aanleggen. Hij moet ook gewoon in de behoefte dan voorzien. Dus dat is volgens mij wel de moeite waard om dat te gaan bekijken. En of die dan ook daadwerkelijk gaat komen, daar ga ik zeker niet op vooruit lopen. Dat moet het onderzoek maar uitwijzen of dat zin heeft. Fietsstraten, daar verwijst de BBC-fractie naar fietsstraten zoals we die allemaal kennen in steden. Nou, dat is inderdaad één beeld. Wat ik ook heb gezien is dat fietsstraten ook een prima oplossing kunnen zijn in het buitengebied. Al was het alleen maar omdat op een aantal, met name ook schoolroutes, door kinderen wordt aangegeven, wij zien gewoon dat het, of wij voelen ons onveilig door de veel te hard langs razende auto's en soms ook landbouwvoertuigen. En dan kan het wel eens een oplossing zijn en dat zal niet door de hele gemeente gaan worden toegepast. Maar op sommige stukken kan het een oplossing zijn om dan te zeggen, dit is primair een fietsroute. En nu, we kennen het uit de steden, auto te gast. En volgens mij geeft dat dan prima aan ook welk gedrag je daarbij verwacht van de automobilist. En als dat een oplossing kan bieden om de veiligheid op die schoolfietsroute hoog te krijgen, dan denk ik dat we er zeker voor open moeten staan. Maar het is geen doel op zich, nogmaals. Nou, schoolroutes, die moeten veilig zijn, daar zijn we het volgens mij helemaal over eens. De VVD-fractie gaf elkaar met mooi weer gaat u de route fietsen. Ja, dat is toch wel het mooiste, maar ook met niet zo mooi weer kunt u nog prima fietsen. Dus. Maar bezoek ze vooral inderdaad. En u was verbaasd dat Haantje Noordsleen niet was opgenomen. Daar hebben we het inderdaad in de commissie over gehad. Ik heb verheugd nieuws, hij is wel opgenomen. Staat ook gewoon in de fietsnota als volgens mij secundaire fietsroute staat hij opgenomen. En ik neem aan dat u het mij niet kwalijk neemt dat ik niet ieder fietspad in de commissie helemaal helder had. Maar mevrouw Vissering gaat er nu nog wel iets over vragen. Gaat u gang. Nee, meneer Huizing, ik zal u zeker niet vragen op welke pagina dat is, maar ik heb wel een aantal pagina's voor mij liggen. En dat betreft pagina 35 en 48. Natuurlijk, het kan ook aan mij liggen inderdaad dat ik niet goed genoeg gezocht heb. Maar ik heb echt heel erg gekeken naar het Haantje Noordsleen, dus de basisschoolroute. Ik heb van alles kunnen vinden, Schoonnoord, Odoornenveen, Haantje Emmen. En ik heb ook kunnen vinden een fietsvoorziening, het Haantje Kleindijk. En ik heb ook kunnen fietsen een fietsbewegwijzering Noordsleen. En een fietsoversteek nog bij Noordsleen, maar dat is dan in combinatie met Sleen.
Dus misschien kunnen we samen nog eens even kijken naar deze route. Wij vinden het in ieder geval wel heel belangrijk dat daar wel naar gekeken wordt. En ook wat we gezegd hebben, als zulke dingen aangegeven worden en daar wordt ook in meegegaan, dan is het denk ik ook verstandig om dan ook daar iets mee te gaan doen. Dat is volgens mij helemaal helder, voorzitter. En we hoeven hem niet bij langs, maar pagina 49 staan een aantal fietspaden die kwalitatief niet goed genoeg zijn. En daar staat hij onder de enigszins verholen naam Odoorneweg opgenomen. En dat is wel degelijk dit fietspad. En ook op pagina 12 in het fietsnetwerk staat hij. Dus. En volgens mij zijn we het er volledig over eens dat daar waar die signalen steeds komen, daar moet je inderdaad in ieder geval serieus naar luisteren. En serieus naar kijken of het inderdaad een terechte vraag is. En in dit geval is dat zo. En dat is overigens ook met doodsbelangen inmiddels kort gesloten. Het haantje. Ik zal er nog eens even naar kijken en anders kom ik daar weer bij u op terug. Ik verwacht niet minder dan dat. En de goed verlichte fietspaden, daar had de VVD-fractie op de schoolroutes met name ook nog een vraag dan wel opmerking over. Ja, wat ik in de commissie heb gezegd is van wij gaan niet in deze fietsnota het hele verlichtingsbeleid nog weer aanpassen. Want daar heeft u als raad gewoon een nota voor vastgesteld waarin een van de prioriteiten als het gaat om openbare verlichting is juist op fietsroutes op schoolroutes zorgen voor een goede, maar wel ook slimme verlichting. Zodat we daar niet de hele tijd alles verlicht hebben. En daar wordt op dit moment ook aan gewerkt. En u heeft ook gezien dat wij daar ook dit jaar nog aan de slag willen met de eerste twee routes wat dat betreft. En de Giestee in Wachtum is een van de punten die ook daar al langer op een lijst staat. En daar zal ongetwijfeld ook aandacht aan worden besteed de komende jaren. Mevrouw Visser, ik ga ervan uit dat we niet naar een specifieke locatie toe gaan, maar dat u al een vraag heeft over het beleid ten aanzien van verlichte fietspaden. Gaat u gaan. Ik dacht dat u mij zou vragen of ik naar een specifieke locatie op de fiets zou gaan, maar ik zal... Ik stond er meer vanuit. Ja, oké. Okay. De beleidsnota openbare verlichting is van 2017 tot 2021, als ik het goed heb. Dat betekent dus dat er in 2021 pas gekeken wordt of de schoolroute, of die voorzien wordt van verlichting. Ik heb begrepen dat de vraag naar verlichting aan de Giesteeg al dateert al uit de jaren 90. Ik vraag mij dan af, want ik heb de beleidsnota openbare verlichting erbij gepakt. Er staat een heleboel dingen over armaturen in en over ledverlichting en over van alles en nog wat. Ik vraag mij dan af, waarom is dat dan niet meegenomen en moeten we dan nu weer wachten tot 2021, terwijl die vraag al heel lang bestaat. Ja, voorzitter, ik kan niet terugvinden hoe ver of hoe lang die vraag al bestaat. Het feit dat de vraag gesteld wordt is niet altijd, waar ik net ook aangaf, die hoef je niet altijd meteen te gaan honoreren. Het is in ieder geval een vraag waarin vanuit Wachtum heel vasthoudend aandacht voor is gevraagd. Dus dat geeft ook wat mij betreft wel aan dat ze het belangrijk vinden. Maar volgens mij zit daar wel degelijk nu erkenning. En we kunnen zeggen van ja, dan moeten ze nu nog helemaal tot 2021 gaan wachten. Well, volgens mij is 2021 zijn we al zo. En het is realistischer ook om te zeggen dat wordt 2021 dan nu te gaan zeggen. Dan gaan we nog dit jaar gaan we nog aanleggen. Want ook daar weten we dat inmiddels de wachttijden of de tijden voor voorbereiding aan het oplopen zijn. Dus volgens mij, er is aandacht voor. En ik ga er gewoon vanuit dat het over een aantal jaren niemand het meer heeft over de lange tijd dat er om gevraagd is. Maar alleen nog maar heel blij is dat de verlichting er dan is. Volgens mij gaat het er niet zozeer om dat het dan in 2021 dan pas besproken gaat worden. Ik denk als mensen en dorpsbelangen daar zo lang naar vraagt en iedere keer dat er weer op terug wordt gekomen bij een dorpenronde, dat het in ieder geval goed is om met deze mensen te bespreken of het in ieder geval in 2021 dat er naar gekeken wordt. En dat is denk ik de voornaamste vraag die er op dit moment naar ligt. Dat daar een
toezegging van komt dat deze mensen inderdaad dat er een ja of een nee komt. Dat er een antwoord komt op hun vraag. Dat is de vraag. Nou, het is jammer dat u dat laatste nu zegt, want dat dwingt mij om bijna te gaan zeggen als er jarenlang een nee komt als antwoord op de vraag. En het wordt ieder jaar wordt weer aangedragen. Kijk, het antwoord nee is jarenlang is dat gegeven. En nu hebben we dus in het vooruitzicht gesteld, er komt een ja. Alleen het jaartal weten we nog niet. En ik kan u niet gaan toezeggen van ja, dat gaan we dan en dan gaan we dat doen. Want volgens mij neem ik dan wat ik in het voorgaande heb gezegd niet serieus. Over dat we iedere keer gewoon gaan kijken waar liggen nu de prioriteiten. En we nemen een aanvang en dat zal ongetwijfeld de komende jaren zal dat gaan gebeuren. En die boodschap die is volgens mij ook helder in wachten. Ik denk dat we dit onderwerp nu kunnen afsluiten. Ja, u heeft uw best gedaan voor wachten, genoteerd. Maar ik verzoek de heer Huizing zijn betoog verder te vervolgen. Nou, ik ga over naar het pak. Gelukkig heeft u het punt voorrang op de fietsers inderdaad nog onder de aandacht gebracht. En wat mij betreft, want u geeft daar meteen van aan van ja, eigenlijk gaat het gewoon om dat die rotonde, ze moeten gewoon veilig zijn. U stelde de vraag inderdaad van voldoende rotondes koevoorden aan de normen. Ik durf het u niet te zeggen. Maar als de vervolgvraag is van vindt u dat ze moeten voldoen? Ja, volgens mij ook rotondes moeten gewoon goed veilig zijn. En ik ga ervan uit dat daar waar het niet veilig is, wij daar de komende jaren zeker hard aan gaan werken. En nou, ook de PAK-fractie vraagt nog van let erop om vooral ook alternatieve materialen te gaan toepassen. Nou, wat mij betreft ja, maar wel bewezen alternatieve materialen. En wij zullen, zoals u aangaf, volgens mij was uw opmerking, twijfelt u aan uw eigen woorden nu? Nee, laat maar flauw opmerken. Nee, maar volgens mij wat u aangaf was van kijk daar vooral heel goed naar. Want de suggestie, precies, ik praat even door. Praat de tijd vol. Ja, dan vraagt u erom, wethouder. De heer Stoker heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Nee, ik twijfel niet aan mijn eigen woorden. Maar ik twijfel wel aan uw uitleg over mijn woorden. Want volgens mij heb ik u vooral gevraagd van, natuurlijk u gebruikt het woord veiligheid omdat dat goed bekt en daar veel vragen over gesteld zijn. En natuurlijk zijn we het wel mee eens. Maar het ging natuurlijk over die norm waar ik het over had. Dus als u mij nu toe gaat zeggen van, ik ga onderzoeken of de rotondes in Koevoort aan die norm die ik u net gegeven heb voldoen. En ik kom daar bij u op terug, dan is dat een antwoord op mijn vraag. En als je vervolgens ook nog toe gaat zeggen, daar waar het nog niet is aangepast aan de norm, het te gaan aanpassen, ook infrastructureel, dan ben ik helemaal tevreden. Je kunt het altijd proberen. Meneer Huizing. Nou, volgens mij is dan het antwoord daarop stap 1 absoluut. Want volgens mij heeft u nu sowieso een vraag liggen waar u nog geen antwoord op heeft. Dus die vraag komt nog en daar willen we naar gaan kijken. Of we dan vervolgens aan de slag gaan. Ik denk dat u mij niet kwalijk neemt om een norm waarvan ik de inhoud op dit moment niet kan beoordelen, dat ik ga toezeggen dat ik daaraan ga voldoen. Maar na verdieping in de norm en de bestudering kunnen we volgens mij die tweede stap ook beantwoorden. En dan, ik dacht even dat het ging, uw opmerking of uw verbaasde blik ging over de alternatieve materialen die toegepast zouden gaan worden die u bepleit heeft. Doe dat vooral, ja, nou, wat ik al aangaf, dat zullen wij in de gaten gaan houden. Maar het belangrijkste is dat het vooral de kwaliteit, dat we die kunnen waarborgen. En als het dan ook nog bij kan dragen aan de duurzaamheid, hartstikke mooi. Zullen we dat zeker doen. En u heeft ook gezien, in ieder geval het plastic fietspad zoals door de VVD-fractie bepleit. Dat staat ook voor dit jaar opgenomen om daar eens gewoon goed te kijken. Wat zijn daar nou de effecten van? En wat doet dat ook bijvoorbeeld als het gaat om de omgeving? Heeft dat daar misschien nog nadelige effecten voor? Dan de fractie van PPC. Nou, u pleit voor goede oversteekplaatsen. Nou, volgens mij is dat nou inderdaad, dat zijn gewoon, zitten soms nog knelpunten in. Dus daar terecht dat u aandacht voor vraagt. Ook nou, mooi dat u de nadruk vooral legt op de kwaliteit. Dat die goed moet zijn. Daar ben ik het helemaal mee eens. En
Niet alle fietspaden verlichten. Nou, volgens mij heb ik daar net ook, ook al wat over gezegd. Nee, dat is zeker niet de insteek om alles maar te gaan verlichten. En misschien moet je soms overgaan tot bij schoolfietsroutes. Zorg dat ze verlicht zijn op de momenten dat scholieren er langskomen. En als je verder zegt van, nou ja, we vinden echt een schoolfietsroute en meer niet, dan kan dat voldoende zijn. En dan moet je misschien naar hele slimme vormen van verlichting kijken. En daar, daar is de focus ook op. Volgens mij afrondend, voorzitter. Volgens mij dank voor het groot enthousiasme in de raad en de brede steun die ik wel proef. En ik denk dat we de fietser een grote dienst bewijzen hiermee. Dank u wel, meneer Huizing. Goed, dan kijk ik even rond of er behoefte is aan een tweede termijn. Of is het, ja, de heer Mulder in ieder geval. Maar dan doen we gewoon het rondje voor zover dat daar die behoefte is. Kijk eerst even naar mevrouw Jaspersen. Dank u wel. De kaders wat prioritering betreft hadden wat ons betreft wel iets scherper gemogen. Maar als ik de wethouder zo hoor, dan delen we in ieder geval de mening dat veiligheid voorop staat. Dus daar zijn we heel blij mee. Nou, wij kijken uit naar de uitvoering. Dank u wel. Mevrouw Klein-Gunnewijk nog. Dankjewel, voorzitter. Wij zijn blij met de toezegging van de wethouder dat het tweede kwartaal duidelijk is welke fietsroutes aangepakt worden. Schoolfietsroutes aangepakt worden. En ik zal wel zeggen, ja, het mag wel zo. Ja, goed voorbeeld doet goed volgen. Ja, en u blijft consequent met het buurzand. Ja, meneer Mulder. Dank u. Wij willen ons helemaal aansluiten bij het voorstel van de Partij van de Arbeid. Dus de prioritering heeft voor ons wel prioriteit, om het zomaar eens uit te drukken. Zodat het duidelijk wordt voor de inwoners wat gaat gebeuren op welk moment. Dank u wel. Helder, dank u wel. Mevrouw Visserink. Ja, dank u wel. Hartelijk dank voor de beantwoording van alle vragen. Ik ben heel blij dat ik een duidelijk ja heb gehoord voor de verlichting van Wachtum. En wij vinden het heel fijn dat er in ieder geval gekeken wordt naar die plastic fietspaden dit jaar. En ja, wat betreft de route door het Sleen, het Haantje, daar zou ik toch nog graag wel eens even samen naar willen kijken. Dus, dank u wel. Dank u wel. Meneer Stoker. Ja, voorzitter, dank u wel. U had natuurlijk al begrepen dat ik blij was met de eerste toezegging die de wethouder net heeft gedaan. En dat hij daar uiteindelijk ook op terug gaat komen als het gaat om de wet en regelgeving van de voorrangsregeling. Ik ben ook blij met de toezegging, want zo heb ik hem toch wel opgevat te kijken naar alternatieve materialen. Ik heb hem nog niet gehoord over fietspaden en zonne in combinatie met zonne-energie en lichtgevende fietspaden. Want die liggen er bijvoorbeeld al tussen Sneek en Woudsend. Mijn vraag is vooral ook inderdaad die ook mee te nemen. Volgens mij beantwoordt u daarmee ook aan een hele hoop vragen vanuit de raad om toch te zorgen voor de verlichting zonder dat we meteen aan de lichtnoten komen, zegt u maar even. Dus zo heb ik maar opgepakt. U knikt van ja, dan heb ik nog weer een toezegging binnen. Dank u wel. Dat gaat makkelijk. Ja. Anderen nog? Nee, die hebben we niet. Mooi. De wethouder is met een knik afdoende geweest, stel ik vast. Dus dan beëindigen we hiermee de beraadslaging en kunnen we overgaan tot de besluitvorming over dit onderwerp. En daar volgt uit de bespreking wat mij betreft dat u met algemene stemmen kunt instemmen met het gevraagde besluit. Dat is het geval, dat is conform het voorstel bij deze besloten. Dan zijn we bij het tweede bespreekvoorstel en dat is een formeel bespreekstuk, zoals we dat altijd doen bij stukken die rechtstreeks in de raad komen, maar gaan over een benoeming van een van ons. En dit gaat over het voorstel van het seniorenconvent over de benoeming van de heer Boy als intern lid van de Rekenkamercommissie Coevorden wegens het ontstane vacature van ons vertrokken raadslid hier op de eerste rij van de publieke tribune. Goed, wenst iemand hierover het woord te voeren? Dat is niet het geval. Kunnen we met algemene stemmen instemmen met het gevraagde besluit. Dan is al dus besloten. Meneer Boy, van harte gefeliciteerd en succes met het belangrijke werk in de gemeentelijke rekenkamercommissie. Daarmee, dames en heren, zijn we aan de sluiting, agenda punt 9 van deze vergadering. Dank u wel voor uw bijdrage en wel thuis. Vergadering gesloten.